And the winner is... En wat gokkers vaak hebben, dat je denkt van morgen win ik een hele grote prijs. Dan betaal ik al mijn schulden af en dan stop ik. Maar ik weet inmiddels dat dat niet het geval is. In 2021 is het gokken in Nederland gelegaliseerd. Nou, het online gokken is gelegaliseerd. En eigenlijk wat we toen al verwachten is dat we een toename zouden krijgen in het aantal mensen en jongeren dat gokken. Je bent opgegroeid met het feit dat het heel normaal is dat je om geld kunt spelen, zeg maar. Kaarten of gokken. En ik heb heel lang gedacht, dat gaat mij niet gebeuren. Maar toen ik eenmaal 18, 19, 20, precies dat weet ik niet meer, ben ik er ook mee aangekomen en heeft zich gedurende 30 jaar ontwikkeld tot een flinke verslaving. Krijg je wel signalen van bijvoorbeeld wijkteams of van scholen, dat er wel meer jongeren, volwassenen zijn waarbij ze gokken signaleren. Het belangrijkste is dat je de waarde van geld weer gaat terugkrijgen, maar wat gokkers vooral moeten leren is je verlies accepteren en dan kun je door. Want op het moment dat je die kraan die open staat dichtdraait en dat je kan stoppen met dweilen, dan zie je dat je financiën eigenlijk bijna vanaf de eerste maand al verbeteren. Nou, wat wij doen, wanneer iemand bij ons binnenkomt met een gokprobleem, gokverslaving en die wil daar wat aan gaan doen, dan bieden we behandeling aan. Dat kan zijn behandeling, fysieke behandeling, dus dat iemand bij ons op locatie komt. Die behandeling heet Verslaving de Baas. Dat is een module die je daar gaat doorlopen met een behandelaar. Als ik een casino in zou lopen of als ik mensen bezig ben, dan herken ik wel vrij snel aan gedrag van dat is niet op een recreatieve manier. Nee, takes one to know one, zeg maar. En wat we ook doen is online behandeling. Dus wanneer iemand het prettiger vindt om online een behandeling te doen, dan is het ook mogelijk. Daarnaast is er ook een site, gokkendebaas.nl vanuit Tactus. Daar kunnen mensen ook naartoe. Ja, het is heel laagdrempelig. Met je telefoon op zak heb je eigenlijk 24/7 heb je casino bij je. En ik hoor van mensen die tegenkomen die in herstel zijn, dat ze dat ook daadwerkelijk deden. En dat ze in bed, maar ook gewoon op hun werk, in een vergadering de telefoon op de knie hadden liggen. En terwijl de vergadering bezig was, ondertussen aan het checken waren hoe het zat op casino. Wat we ook hebben is naast de groepen vanuit Intact bij Tactus. Dat zijn eigenlijk zelfhulpgroepen. Ook wel lotgenotencontact, dus kom je in contact met anderen die dezelfde soort dingen meemaken. Ik vind het gewoon heel mooi dat mensen die in een groep komen, de naaste en de verslaafde in één groep, dat die zoveel van elkaar leren. Dat echt wederkerigheid in het proces. En jongeren zijn een kwetsbare doelgroep, ook om verslaving te ontwikkelen. En dat komt eigenlijk omdat de hersenen zijn nog niet helemaal ontwikkeld. En het beloningssysteem in de hersenen is veel gevoeliger dan bij volwassenen. Ja, en gokken is een super beloning op je hersenen. Dus voor jongeren zijn daar veel gevoeliger voor. En daarnaast zijn jongeren ook veel meer korte termijn denkers. Dus snel geld willen verdienen. Als de intrinsieke motivatie bij iemand is om te stoppen met gokken, dus ik wil het niet meer, dat is een hele belangrijke reden om het niet meer te doen, dan lukt dat. Maar het gaat niet vanzelf. Je wil wel de zelfregie, je wil zelf kiezen wat je nodig hebt, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dus ga op zoek naar mensen die het ook hebben meegemaakt, die ook in herstel zijn. Praten erover helpt heel erg. Delen is helen. Jongeren vinden het soms wel moeilijk om zich aan te melden bij Tactus. Kan soms best wel de naam Tactus Verslavingszorg een drempel zijn. Het zou juist mooi zijn als jongeren eerder bij ons komen. Want hoe eerder je bij ons terecht kan komen, hoe beter eigenlijk. Zoek hulp. Ik heb zelf gewoon veel te lang gewacht met het zoeken van hulp. En mensen die eraan denken dat ze een probleem hebben, maak het bespreekbaar. Het is het echt waard. De schaamte en de schuld die je weerhouden is eigenlijk niet waard. Als je zorgen maakt over je zoon of over je dochter of iemand anders in je omgeving, dan kun je ook altijd bij ons terecht bij preventie. We zijn gewoon via het nummer van Tactus bereikbaar.